Vanavond in de uitzending Zaken uit heel Nederland. We gaan door naar Sint Maartensdijk in Zeeland. In Sint Maartensdijk zit op een pleintje aan de Havenstraat Cafetaria Het Centrum. Terug naar 2016. Vrijdagavond 26 februari om 21:50 zijn er geen klanten meer binnen. Een 31-jarige medewerkster is begonnen met opruimen. Haar echtgenoot staat buiten beeld, achter haar in de keuken. Het ontgaat de vrouw dat er iemand buiten komt aangerend. Maar zodra hij binnen is, ziet de vrouw meteen dat hij een bivakmuts draagt en een vuurwapen pakt. Gauw roept ze haar man. Maar ook die krijgt meteen een wapen op zich gericht. Met de opmerking dat hij schiet als ze niet meewerkt, dirigeert de dader de vrouw naar de kassa. Ze moet geld stoppen in een door hem meegebrachte vuilniszak. De dader blijft dreigen en schreeuwt dat hij ook het geld wil uit de andere kassa. Blijkbaar weet hij dat je ook vanuit het cafetaria door kunt naar de naastgelegen slijterij. Iets dat niet algemeen bekend is. Hij loopt alvast voor de vrouw uit. Ook in het slijterijgedeelte moet de kassa leeg. En dan trekt de overvaller een sprintje naar buiten, Sint Maartensdijk weer in. Zaterdagavond 18 maart dit jaar, na 9 uur, wordt de cafetaria opnieuw overvallen. Er hangen inmiddels andere camera's. Ditmaal zit de man in de zaak en is de vrouw in de keuken, als er weer een overvaller wildzwaaiend met zijn wapen binnenloopt. Ongeduldig slaat hij ermee op de toonbank en hij roept naar de vrouw dat ze naar de kassa moet. Haar man durft niet meteen te bewegen. De vrouw krijgt een tasje waar ze net als de vorige keer geld in moet stoppen. Kijk hoe driftig hij beweegt. Hij denkt dat er ook nog geld ligt onder de kassala, maar de vrouw laat hem zien dat hij het mis heeft. Ondertussen schuift haar man steeds dichterbij. Maar ingrijpen is geen optie. Dat laat de overvaller hier ook merken. Wanneer die de zaak uit is, rent de man hem nog achterna om te kijken waar hij naartoe vlucht. Hij ziet nog dat hij de Molenstraat in rent. Zijn vrouw schakelt daarna snel hulp in. Ja, weer een snackbar dus als doelwit. En ook nog eens 2 keer. Heel sneu. Volgens de overvallen medewerkster gaat het echt wel om 2 verschillende daders. De tweede overvaller, dit jaar dus, was een stuk langer. Zijn stem klonk anders. Hij wilde ook niet naar die slijterij. Deze man is rond de 1,90 lang. Hij sprak accentloos Nederlands. En u ziet dus hier wat hij toen droeg. Dan de dader van vorig jaar daar in Sint Maartensdijk. Die werd door haar geschat tussen de 16 en 20 jaar. Echt heel jong nog. Hij had geen handschoenen aan. Dus je ziet hier dat hij waarschijnlijk blank is. Hij is ongeveer 1,75 lang. Hij sprak Nederlands zonder accent. En droeg een donker gewatteerd jek met een capuchon, een donkere spijkerbroek en zwarte schoenen. Met, u ziet het, witte veters en zolen krijgen heel graag zoveel mogelijk tips van u.